Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis de Zwijger. Goedenavond en welkom allemaal. Leuk dat jullie kijken naar de maaltijd van morgen, aflevering 3. Dit is de derde aflevering in een reeks. En in deze reeks duiken we in het voedselsysteem en ons voedselpatroon van de toekomst. Want samen met wetenschappers, boeren, chef-koks, beleidsmakers en andere experts geven we in deze serie concreet invulling aan de Voedselvisie 2050. Mocht je daar meer over willen weten, google het vooral of kijk op de website van dit evenement. Maar die visie is ontwikkeld door een team van voedseldenkers onder leiding van Wageningen Universiteit. De eerste keer hebben we het kort erover gehad wat die visie nu eigenlijk is. Een korte introductie van hoe het allemaal werkt. Vorige keer ging het over donutboeren. Maar vandaag hebben we het over nieuwe verdienmodellen en toekomstperspectief voor het boerenbedrijf. Want hoe ziet zo'n verdienmodel er dan uit? Hoe kunnen we op een andere manier nadenken over economische groei? En hoe zorgen we voor de verduurzaming van de sector? Wel met een haalbare business case natuurlijk. Mocht je vragen hebben aan een van de sprekers, stel die dan in de Q&A. Los daarvan kan je natuurlijk wel met andere kijkers ook via Zoom in de chat in gesprek gaan. En hier bij mij in de studio Godelieve Spaas, onder andere lector Nieuwe Economie en Frank Verhoeven, eigenaar van adviesbureau Boerenverstand. Godelieve, onder andere lector Nieuwe Economie. Wat is de onder andere? Onder andere. Ik ben ook nog bestuurder bij de Herenboeren. Ik ben ook nog mede-initiatiefnemer van een impact-investeringsgroep. Ik ben ook nog artist en onderzoeker in residence bij de Rabobank. Ja. En als je lector Nieuwe Economie bent, waar hou je je dan mee bezig? Ik hou me bezig met hoe de economie van de toekomst eruit kan zien. Dus ik probeer eigenlijk een beetje de economie van de toekomst te onderzoeken. En dat doe ik op twee manieren. Door te kijken naar radicale vernieuwers. Maar ook door what-if-scenario's te maken. Bijvoorbeeld met kunstenaars en andere verbeelders. Ja, top. Nou, daar gaan we het vanavond nog meer over hebben. Mijn naam is trouwens Wilbert van den Kamp. Dat had ik nog helemaal niet gezegd. Maar ik presenteer deze serie. Nou weten jullie dat ook weer, hè? Frank, jij bent hier ook. Boerenverstand. Ik was net even op Twitter aan het kijken. En Boerenverstand is een handle die in ieder geval een hele hoop boeren ook hebben. Jij hebt een adviesbureau dat zo heet. Waar geef je dan advies over? Ja, toch eigenlijk al, misschien al wel bijna 20 jaar over duurzame landbouw. In de brede context gaat eigenlijk vooral, ik ben altijd geïnspireerd geweest door de voorlopers binnen die duurzame landbouw. Dus wat soms wel eens heette bodemboeren en zo. En ja. Daar heb ik op een gegeven moment bedacht van, ja, ik werkte toen bij de universiteit en dacht van, dat ga voor mezelf beginnen. Ja. En dit is de kern eigenlijk. Het boerenverstand moet weer gepromoot worden en moet hoger op de agenda. Ja. En wie adviseer jij zoal? Nou, de laatste jaren zijn dat van melkfabrieken tot overheden. En soms zijn het groepen boeren, maar doe weinig individueel boerenadvies, maar wel veel, zeg maar, boeren, de bestuurders en de van ja, dit land, zeg maar. Precies. Dus niet veel op het boerenbedrijf, maar ook echt wat laagjes daarboven. Ja. Ja, ja. En jij gaat zo iets meer vertellen over een nieuw soort verdienmodel voor de agrarische sector. Daar ga je een presentatie over geven. Ja. Kan je alvast één ding weggeven wat je zo meteen gaat vertellen wellicht? Of is het een geheel verhaal? Het is een geheel verhaal. Het gaat over prestatieindicatoren, maar het gaat ook over dat boeren de breedte in moeten met hun verdienmodel. Ja. Top. Nou, jij mag daar alvast naartoe lopen. Dan gaan we zo naar je luisteren. Terwijl Frank aan het verhuizen is, Godelieve. Het gaat natuurlijk vanavond over de agrarische sector. We hebben het al een beetje heel kort gehad over de nieuwe economie. Maar wat is dan jouw link of interesse in die agrarische sector? Of misschien nog wat breder nog wel voedsel? Hoe het ook draait of keert, die nieuwe economie die begint bij grond. Want alles wat je maakt begint bij iets verbouwen of iets wat in de grond zit. Dus omdat het zo de bron is, dat is met name de reden dat het voor mij een belangrijk onderdeel is van mijn onderzoek ook. Ja, dus als je het hebt over nieuwe economie, dan begint het soms misschien wel bij voedsel of bij de grond. Het begint bij de grond. Ja, precies. Dus daar gaan we het ook over hebben. Grond is natuurlijk binnen zo'n verdienmodel ook een belangrijk onderdeel. Heel belangrijk, want de grond kost geld en grond kun je mee speculeren. Maar daar gaan we het vast allemaal nog over hebben. Maar eigenlijk moet je grond voor iets heel anders gebruiken dan daarvoor. Ja. Mooi. Mooie voorzet. Ja. Maar om de avond te beginnen gaan we luisteren naar Frank Verhoeven. Ik zei het al, hij gaat in 5 minuten vertellen hoe die KPI-systematiek voor de natuurinclusieve kringloop landbouw dan precies gaat werken. Of hoe dat precies werkt.
Oké, okay, ik zal mijn best doen. Verdienen met kringlooplandbouw heb ik het genoemd. De basis is de bodem, wat Godelieke net al zei. Dat is inderdaad, dat heb ik hier ook gezien. We weten te weinig daarvan af en we doen er te weinig mee. En voor heel veel boeren is de basis van de hele kringlooplandbouw, wat tegenwoordig de visie is van dit kabinet ook, of dit laatste kabinet, begint wat mij betreft ook bij de bodem. En via bodem wordt er voer geproduceerd. Dat voer gaat naar dieren toe of naar onze mensen rechtstreeks. Die dieren maken iets heel waardevols, dat is mest, dierlijke mest. En dat wordt wel eens vergeten, maar deze hele kringloop die draait eigenlijk alleen als de nutriënten weer terug in die bodem gaan. Want we willen uiteindelijk de kunstmest eruit halen en bijvoorbeeld de inputs van veraf eruit halen, zoals soja en andere. Nou, die boer in het midden die krijgt een hele lading aan wet en regels over zich heen. Dat wordt vaak niet minder. Ook in dit kabinet heb ik nog niet echt de indruk dat er nou minder regels zijn gekomen. Het is een soort optelsom van steeds weer meer regels. En als je een beetje door je oogharen heen kijkt, dan gaan het bijna allemaal over stikstof. Al die regels. Het gaat als je een stal wil bouwen, als je mest wil aanwenden, et cetera, et cetera. En het idee is nou eigenlijk, hoe komt daar nou zo'n grote lijn in? En die prestatieindicatoren die zouden daar wel eens in kunnen gaan helpen om die boer dan ook duidelijke doelen mee te geven, zeg maar. Nou, wat we tegenwoordig doen en of we altijd al deden de laatste 25 jaar is vooral end-of-pipe technologie. Dus de mest die moet zo diep mogelijk de grond in, want dan zijn we van het ammoniakprobleem af. Die stal, daar zetten we een luchtwasser op, dan zijn we ook van het ammoniakprobleem af. En de mest die vergisten we in plaats van dat we die opwaarderen. En wat zie je dan die kringloopboeren doen? Die doen iets heel anders. Die bouwen eigenlijk stap voor stap hun inputs af. Wat je hier ziet is een enorme interessante grafiek. Die is van Jan Douwe van de Ploeg. Heeft dat bij een boer Hoeksma ontfutseld. Die houdt namelijk al sinds de 1979 bij hoeveel input dat bedrijf heeft aan krachtvoer en kunstmest. En wat dit bedrijf heeft laten zien in de afgelopen 30, 40 jaar is een consequente afbouw van externe inputs. Oftewel, door steeds meer zijn bodem te gebruiken, de mest te verbeteren, zeg maar, is de input van kunstmest en krachtvoer verminderd, terwijl de productie zo'n beetje verdubbeld is in die tijd. Nou, deze zoektocht is eigenlijk wat wij onder kringlooplandbouw verstaan, en dat zou je eigenlijk moeten stimuleren. En dat gaat via dit soort beelden. Dat is niet mest in de grond stoppen, dat is mest opwaarderen, verbeteren, kwaliteit van maken. Dus dit soort dingen, dat noem ik dan opwaarderen van stikstof. En het begint allemaal bij de bodem. En dat is een van de dingen, daar weten we gewoon weinig van af. Maar dat hebben al die boeren gemeenschappelijk. Hoe beter hun bodem presteert, hoe beter hun kringloop te sluiten is. En dat betekent dus dat we niet op dit spoor moeten. Wat ik heel interessant vind, is dat we eigenlijk de afgelopen 20 jaar door een van de KPI's in de melkveehouderij, namelijk het ureumgetal in de melk, dat is een stikstofvoorspeller, zijn we gaan sturen en waardoor de gemiddelde boer nu denkt dat er niet meer zonder mais geboerd kan worden. En in de praktijk leidt dat vaak tot dit soort situaties waarbij de bodem sterk verslechtert, terwijl we eigenlijk dit willen. Dit is een zogenaamde grassroots, komt uit Australië, dit plaatje. Dat is eigenlijk wat je wil voor de duurzame toekomst, is namelijk een grasmat die zichzelf zo goed mogelijk vernieuwd en waardoor die mest bijvoorbeeld die op dat land brengt geen probleem is, maar die wordt gewoon opgevangen door dit enorme wortelstelsel. En als je dan van dat gras ook nog eens een keer hooi bijvoorbeeld maakt, dat moet je niet heel jaar doen, maar dat is een manier om je graskwaliteit te veranderen, dan word ik wel eens weggehoond in een zaaltje dat ouderwets is, maar hooi is feitelijk gewoon een manier om je gras wat bestendiger te maken, zodat het minder stikstof verloren gaat, wat eigenlijk een heel interessante optie is. Nou, als je dan goed naar die kringloopboeren kijkt, dan zie je dat ze eigenlijk niet zo opvallen. Ze zijn eigenlijk bedrijven die scoren in de breedte heel goed op een aantal prestaties die wij als maatschappij belangrijk vinden. Klimaat, bodem, biodiversiteit, landschap, natuur. En dat hebben we opgeschreven. Jan-Willem Eresman en ik hebben dat opgeschreven voor het ministerie van Landbouw. Dat je eigenlijk die sector zou moeten sturen op een set van doelen, indicatoren, zogenaamde kritische prestatieindicatoren. En als die boer binnen die lijntjes blijft, zeg maar, dan zou je eigenlijk niet moeten bemoeien met wat voor stal er staat of wat voor soort koe. Dan moet je eigenlijk zeggen van oké, je doet het hartstikke goed, want u blijft binnen de lijntjes. Maar we doen toch steeds stiekem weer het andere. We gaan toch voorschrijven wat voor stal, wat voor koe en zo verder. En daar willen we eigenlijk vanaf. We willen dus gaan sturen op die doelen. Nou, die doelen, dat bouwt zich zo op. Die KPI's, die zouden eigenlijk een soort tussenvorm kunnen zijn
tussen wat wij afspreken met elkaar als maatschappelijke opgave en de advisering, de scholing, die kunnen echt sturing gaan geven op dat boerenerf. En op dit moment werken Wageningen, Boerenverstand en Louis Bolk werken samen aan een set van KPI's die zou moeten sturen op die kringlooplandbouw of die duurzame landbouw. En het ministerie heeft echt sinds een jaar zeg maar ook de gas opgegeven nu en gezegd van hey, dit is toch the way to go, daar willen we werk van maken. Dus die prestatieindicatoren centraal en daar ook op gaan sturen. En dat betekent ook dat je dan een basis legt voor bijvoorbeeld het stapelen van beloningen. Als we met elkaar hebben afgesproken wat de indicatoren zijn waarop die duurzame boer dan gescoord wordt, dan zou je daar ook een beloningssysteem aan kunnen koppelen. En het leuke is eigenlijk, het gebeurt al. Bijvoorbeeld dit wat je hier ziet is de biodiversiteitsmonitor melkvee. Dat zijn dus een set van die prestatieindicatoren. En bedrijven die worden dus allemaal langs deze lat gelegd. En dan zeggen we eigenlijk niet hoe ze hun bedrijf moeten vormgeven, maar we kijken vooral naar dat ze zeg maar binnen de lijntje blijven of dat ze hun prestaties verbeteren. En dan zie je hele interessante discussies ontstaan. Er is één groep boeren die heeft zich namelijk ongelooflijk geprofileerd op CO2 per liter melk. En die zijn daar uitmuntend in. En een andere groep heeft zich juist heel erg natuurinclusief geprofileerd. Doet heel veel aan natuur, maar deed weinig aan CO2. Nou, de grap is dat het allemaal belangrijk is. En we willen ook steeds maar meer benadrukken dat het niet een keuze is. Het is eigenlijk een en-en-en verhaal. En je moet eigenlijk, de boer die nu al heel veel aan natuur doet, die moet natuurlijk net zo goed iets aan CO2 doen. En tenslotte dat verdienmodel. Daar heb ik dit plaatje van Jan Douwe van de Ploeg altijd in mijn hoofd zitten. Dat verdienmodel van die boer kan eigenlijk drie richtingen in. Dat begint bij de basis bij zijn eigen bedrijfsvoering. Dus een beter bodembeheer leidt tot lagere kosten. Minder krachtvoer importeren leidt tot lagere kosten en zo verder. En het gaat richting verbreding, dat is richting de maatschappij. En het gaat richting verdieping, dat is de keten. En als ik daar dan wat beelden bij zet, dan betekent het eigenlijk dat je de driehoek, zeg maar, als de driehoek staat voor meer verdienen, hoe groter de driehoek, hoe hoger het inkomen, dan is de basis beter vakmanschap. Dus kringloopboeren noemen dat wel eens betere mest maken, beter voer winnen, gezondere koeien en zo verder. En dan heb je een verdienmodel aan de ketenkant. Nou, bio, dat houdt ook dat is een niche, zeg maar. Datzelfde met Planet Proof. Er komen steeds meer van dit soort niches. Maar daarvan ben ik ook wel van overtuigd dat die niche ook lokaler moet. Want dat zijn nog steeds allemaal vrij anonieme ketens. En het is eigenlijk veel interessanter om in de korte keten te kijken van kan een boer daar een verdienmodel maken? Nou, dat is natuurlijk volop in de gang in Nederland. Er zijn steeds meer melktappen, mensen die ijs gaan maken. En op allerlei manieren zie je die ketenkanten ontwikkeld worden ook. En dan heb je de kant van de burger. Dat is eigenlijk de kant van de CO2-heffingen, de vastlegging van koolstof in de bodem. De Rabobank die nu net een Planet Impact lening heeft geopend, maar ook probeert om die carbon credits te gaan verhandelen. Ontzettend interessant, met name ook voor die hele grote boeren die niet zomaar een nieuwe markt kan aanboren. En wat we met dat Planet Proof proberen ook is die stapeling aan drie kanten te laten werken. Dus en in de markt en via de bank, bijvoorbeeld via die carbon credits. En uiteindelijk moet het ook leiden tot meer koolstof in de bodem, oftewel een betere bodem, dus minder input van kunstmest. Daar wou ik het kort bij laten. Top. Dankjewel, Frank. Terwijl jij deze kant weer opgeeft, voor jou een eerste vraag, Godelieve. Want ja, we hebben het vanavond over de landbouw en de voedselsector. Verduurzaming, maar ook hervorming van het economische systeem erachter. Want daar maakt het onderdeel van uit. Maar en als je dan naar het verhaal van Frank luistert, wat valt jou dan op? Wat kunnen we daarmee in dat kader? Nou, volgens mij kunnen we heel veel met het verhaal van Frank. Met name in de transitie, zou ik zeggen. Omdat je alles wat ik hoor nog steeds uitgaat van het huidige economische idee. Dus het idee van groeien, het idee van concurrentie, het idee van kostenbesparing, winstmaximalisatie. En ik denk eigenlijk dat we een slag verder moeten gaan. Dus dat we veel fundamenteler moeten kijken naar onze economische principes. Ja. En dan grijp ik ook terug op de donut. Waar Imke de Boer het natuurlijk vorige keer ook al heel uitgebreid over gehad heeft. En als je die donut die zegt van je moet binnen die rand blijven. En op dit moment bepaalt de economie hoe wij onze landbouw vormgeven. En niet andersom. En ik zou nou heel graag willen dat de landbouw of het land en de natuur gaat vormgeven hoe wij onze economie inrichten.
Dus dat is ook weer wat je net zei, het begint bij de bodem, het begint bij het land. Het begint echt bij het natuurlijke systeem. Ja. Het is een mooi voorbeeld. Voor mij gaat het echt ook over een cultuurverandering, een andere manier van denken. Ik heb dat heel goed geleerd van de vissers op het Wad. Er is een groepje vissers, kleinschalige vissers, Stichting Geïntegreerde Visserij. Ik heb met hun gewerkt en zij gaan met kleine bootjes het Wad op. En ze bepalen wat ze vissen afhankelijk van wat op die dag overvloedig in het water zit. En dat weten ze door de getijden, dat weten ze door de vogels, dat weten ze door de stroming, door de seizoenen, door de ervaring. En dat is ook wat 's avonds op je bord ligt. Dat brengt meteen allerlei problemen met zich mee. Want je kan niet van tevoren plannen wat er op je bord ligt. Restaurants niet, hè, dus die moeten echt de catch of the day. Je moet ook opeens met soorten spiering bijvoorbeeld, waarvan ik denk, zou helemaal niet lekker zijn, maar het is heerlijk, kan ik je vertellen. Toch wel. Ja. Toch wel. Dus er zijn een heleboel mogelijkheden. En wat zij doen is natuurbeheer en vissen in één beweging. Ja. En zij noemen dat de zoute cultuur. En in de zoute cultuur weet je dat de zee groter en machtiger is dan jij. Ja. Weet je dat je moet voegen naar de zee en niet de zee moet maken. Ja. De zoetwatercultuur, die zit binnen de dijken. En die heeft heel erg geleid tot nog meer maakbaarheid en controle. Dat is echt de cultuur van de engineers. Ja. En dat zie je nu ook. We geven bij landbouw, het gaat over groot, groter, grootst. En hoe groot willen we worden? Ja, maar je zegt ook eigenlijk meebewegen. Frank, ik ga even naar jou. Ja. Want als je zo naar Goede Lieve luistert, dan zegt zij ook eigenlijk, ja, het gaat misschien niet ver genoeg. Het zou misschien gewoon naar een ander systeem moeten. Aan de andere kant zie ik ook wel dat er allemaal vragen ook binnenkomen. Over elke echt technische vragen van, maak je ook een onderscheid tussen verschillende soorten mest? Zijn de criteria even streng of minder streng dan biologisch? Weet je, er zijn heel veel vragen van mensen die ook nog zeker wel in dat systeem zitten. Is het KPI-systeem daar dan wel een oplossing voor? Of zeg je ook van het moet verder? Nou, ik vind wat ik nog steeds zie, dat KPI-systeem is eigenlijk om de hele grote massa toch stappen te laten zetten nog. Wat eigenlijk niet meer echt lukt, omdat waarom zou je nog stappen zetten, bij wijze van spreken, hè? En de voorbeelden die jij schetst, die zijn ongelooflijk belangrijk om eigenlijk boeren te inspireren dat het anders kan. En dat er hele andere verdienmodellen mogelijk zijn en dat soort dingen. Maar er zit een hele grote wereld tussen, zeg maar. Er zit een wereld tussen, zeg maar, keihard, diehard doorboeren. En bij wijze van spreken, in je eigen niche gaan bouwen en daar ook goed in worden. En dat tussenin hoop je eigenlijk dat er een soort verleidingsmodel komt naar andere manieren van boeren. Duurzaam bodembeheer, minder klimaat verliezen. En dat hoop je met dat zo'n KPI-systeem meer aan te jagen, zeg maar. Ja. Maar ik denk wel dat. Maar jij wilt eigenlijk. Dat klinkt een beetje. Ik zag zo'n filmpje deze week over iemand die een geit mee had genomen naar de stad. En die zei: ik wil een brug slaan tussen de stad en de dieren of zo. Zeg jij met het KPI-model: ik wil een brug slaan tussen de mensen die al helemaal daar zijn en de mensen die gewoon in het huidige systeem zitten? Ja. En misschien wel een beetje, maar het is wel nog wel geënt op het huidige systeem. Daar ben ik wel met je eens. Want, maar het is wel, het geeft wel een keer duidelijkheid dan waar je mensen als maatschappij dan. Je maakt de randvoorwaarden waarin je gaat boeren wat duidelijker, zeg maar. Ja. En dat is op dit moment best wel hard nodig, omdat de een roept klimaat, de andere vanwege het klimaat moeten dit en dit. De andere roept vanwege de stikstof moet dit en dit. En dat komt wel allemaal samen bij dat boerenbedrijf. Ja. En dan is de vraag, wat moet er dan? En dan geven die KPI's hopelijk een beetje sturing. Ja. Maar laatst jouw verhaal, want eigenlijk moet je mensen inspireren om vooral hun eigen verdienmodel te gaan creëren. Ja, misschien moet ik het ook niet zo tegenover elkaar zetten. Hè? Want wat jij net op het podium ook zei, eigenlijk moet het een soort van integraal systeem zijn. Waar alle verschillende dingen ook naast elkaar kunnen bestaan. Je hoeft niet per se te kiezen. Of denk jij, God liever, dat we wel gewoon moeten kiezen en anders moeten? Nee, ik denk dat we allebei moeten doen. Het moet tegelijkertijd. Ja. Ik geloof niet dat het volgordelijk is. Ik bedoel, want ik denk ook dat we. Hè, ik las net een berichtje van Kees Klomp die zei: hack the system of fuck the system. Hè? Bedoel, maar die system hackers die het echt anders doen, hè, die hebben we echt nodig om te laten zien wat het kan worden. Ja. Want als je dat niet naast die geleidelijke verandering zet, dan breek je hem niet. En mijn zorg is wel een beetje. Want de tendens is nog steeds dat er veel boerenbedrijven stoppen, hè, en geen opvolging hebben en dus nog meer naar schaalvergroting gaan. Dus nog meer naar die efficiëntie. En hoe je het ook draait of keert, uiteindelijk verliezen we daarmee. Ja. Maar mijn zorg is ook dat we dus die
door te snel door te schakelen naar een vrij extreem model, dat we dan ook heel veel mensen verliezen. Ik ben het helemaal niet eens. Omdat die boeren natuurlijk al generatie op generatie boeren en niet zomaar kunt vertellen van ja, nu gaan we het even helemaal... Nee, maar dat ben ik heel met je eens. We hebben allebei echt nodig. Ik bedoel, we hebben die geleidelijke ontwikkeling nodig, maar ik denk dat we ook aandacht moeten hebben voor de zorg wat we missen dan. Ja. Nou, volgens mij een heel goed moment om ook met een aantal boeren te praten over hun verdienmodel, over de dingen die ze doen. Want we kunnen het hier over ze hebben, maar we kunnen ook met ze praten. Dat is misschien gewoon mooi, hè? We hebben drie boeren die vanavond hier zo via Zoom bij ons aansluiten. Jan, Martin en Henk. Als eerste Jan Ham, akkerbouwer uit Noord-Holland. Goedenavond. We kunnen je nog niet horen. Ik denk dat je misschien nog op mute staat, of is dat niet zo? Op mute. Oh, precies. Nou, hè, de lang levende moderne tijd. Hey, we hebben, Jan, we hebben het vanavond over nieuwe verdienmodellen. Ik heb gelezen dat jullie op jullie bedrijf, naast dat je akkerbouw doet, ook allerlei andere activiteiten nog hebt opgezet. Kan je even kort vertellen voor de mensen die er nog nooit zijn geweest of er nog nooit wat over hebben gelezen, wat voor bedrijf jullie hebben en wat voor soort extra activiteiten jullie ook op het bedrijf doen? Dat kan ik wel. Het is een basisbouwbedrijf. Ik woon hier in Nieuw-Vennep, dat is de Randstad, vlakbij Schiphol, waar de druk op de ruimte heel groot is. Waar veel mensen wonen. Waar ik eigenlijk, als ik naar de traditionele waarde van landbouw kijk, of de traditionele waarde van akkerbouw tegen grenzen aanloop, schaalgrootte is hier eindig. Dat betekent dat dat geen model voor de toekomstbestendigheid is. Wat ik gedaan heb, doordat ik al die facetten van schaalvergroting, marktprijzen rond wereldmarkt hier in deze regio niet kwijt kon, heb ik een denkbeeldig hoofdpunt opgezocht, om me heen gekeken en me afgevraagd, wat wil mijn omgeving nu van? Wat geeft mij nou hier mijn bestaansrecht? En dan kom je erachter dat heel veel mensen om je heen wel vinden dat je ertoe doet, dat je bedrijf er mag zijn, maar dan ga je jezelf toch afvragen, ja, maar hoe dan? En dat maakt dat je met die omgeving heel sterk verbindingen probeert te maken. Ja. En dat heeft bij ons op het bedrijf geresulteerd in een zelfoogstconcept. Dus een groentetuin die, laten we zeggen, met een abonnementsysteem verbinding maakt met mensen. We hebben een zorgboerderij, we hebben een vrij goede boerderijwinkel op het moment. Veel recreanten komen bij ons voor een recreatieve wandelroute. En dat maakt dat je verbinding maakt met je regio en daarmee opnieuw, laten we zeggen, je bestaansrecht uitvindt. Ja, en bestaansrecht, ja, dan gaat het, vrees ik, en want het gaat vanavond ook een beetje over goed boeren, toch ook wel over, over zit er een verdienmodel of zit er een business case achter. Zie jij die nieuwe dingen die je hebt ontwikkeld als een leuke extra, als een belangrijke verbinding, of leuke extra is misschien te weinig voor een belangrijke verbinding met je omgeving? Of vind je het ook belangrijk dat daar een verdienmodel of een business case achter zit? Ja, dat is wel zeker belangrijk, anders dan... Ja, dan wordt er weer. Dan kom je er niet verder mee. Kijk, op het moment dat wij een abonnement afsluiten met een iemand die voor de zelfoogsttuin komt, dan betaalt hij een prijs voor de producten. Maar hij betaalt ook voor beleving. Ja. Hij betaalt ook voor het feit dat hij het zelf komt oogsten. En dat zijn verbindingen die intrinsiek een bepaalde waarde hebben, anders dan volume, anders dan prijs per kilogram. Ja. Maar dat heeft te maken met het er willen zijn en die ruimte ook een deel van jezelf willen voelen. Ja, begrijp ik inderdaad. En de toekomst van dat verdienmodel, denk je dat het houdbaar is op deze manier? Of denk je dat je op een gegeven moment ook tegen grenzen aan gaat lopen? Ja, ik merk dat het genoeg is. Kijk, het is redelijk platgeslagen nog. Als ik kijk naar de dingen die net gezegd zijn, mijn bodem, mijn overige gewassen, want ik heb 120 hectare in de Randstad. Dat kan je niet allemaal met een zelfoogconcept doen. Dus dan blijf je oogsten inderdaad. Heel erg zoek in mijn regio zijn de verbindingen met bijvoorbeeld veehouders om kringlopen te sluiten. Maar daarvoor zijn ook wel weer uitdagingen nodig voor die betreffende doelgroep om die verbindingen ook te willen maken. Kijk, we zijn van oudsher waren we allemaal gemengde bedrijven. Dat zijn we niet meer. Dus we hebben anderen nodig om kringlopen te sluiten. Dat kan allemaal wel. Ik weet zeker dat het kan. Maar een bepaalde uitgangspunten zit in het huidige systeem niet goed. En dat moet anders, willen we die verbindingen goed kunnen doen. Ja, en we hadden het er net over dat die KPI-systematiek misschien wel daar een beetje een brug in zou kunnen zijn. Hoe zie jij dat? Ik denk dat dat heel sterk kan werken. Maar het huidige systeem heeft wel
een dusdanige uitdaging in zich dat misschien nog wel een... Ja, misschien kom je er wel niet helemaal. Als ik het voorbeeld mag geven. Als ik organische mest op een bedrijf nodig heb, dan kan ik bijvoorbeeld heel makkelijk putten uit drijfmest van de intensieve veehouderij of de melkveehouderij. Dat is ruim voorhanden. De enige reden waarom ik dat zou willen hebben is omdat er een financiële prikkel achter zit. Ik krijg geld om dat type mest af te nemen. Mijn bodem zit er niet op te wachten. Die wil vaste mest, die wil stapelbare mest. Maar dan kom je er al dat, laten we zeggen, laat ik het gechargeerd zeggen, 80% van de Nederlandse stalsystemen verkeerd zijn. Omdat die drijfmest produceren en geen vaste, duurzame, stapelbare mest. En dat zijn transities die zijn heel erg heftig om dat in Nederland in gang te zetten. Maar ik weet zeker dat dat heel erg bij kan dragen aan duurzame, toekomstbestendige landbouw in Nederland. Ja. Ja, mooi voorbeeld ook. Frank, dan ga ik gelijk even naar jou. Want je had het er eigenlijk over dat je zei, ja, die KPI's, wellicht dat die gewoon aan kunnen geven van, nee, als je binnen deze grenzen zit, dan zouden we misschien niet zo heel veel hoeven te... Zouden we misschien helemaal niet hoeven te zeggen wat voor soort stal je zou moeten hebben. Maar een van de belangrijke KPI's waar ik nu aan werk is de samenwerking akkerbouw-veehouderij. Ja. Omdat we sturen nu inderdaad niet op samenwerking. Je stuurt op stalsystemen en we sturen op die zodenbemesters. Maar we sturen niet op een soort integrale kringloop van... Dus moet je inderdaad, als je zo'n systeem ontwerpt, moet je dus heel goed kijken naar waar ga je dan de KPI's op zetten. En in de Veenkolonie werken we op dit moment aan zo'n KPI-samenwerking. Want dat zou misschien wel een hele de belangrijke moeten zijn in dit hele kringloop gebeuren. En gaan die KPI's dan genoeg zijn om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat een groot deel van de stallen in Nederland verandert? Dat is misschien allemaal insight, maar dit is heel hardnekkig in Nederland. Al 30 jaar gaat het over ammoniak. Ja. En dat moet alles op wijken bijna. En dan betekent het dus dat als een puntje bepaald komt, toch een stalsysteem moet zijn met een dichte vloer en met een, bij wijze van spreken, niet een compoststal. Want een compoststal heeft een factor 13 en een dichte stal een factor 4. En dus moet het toch een dichte stal worden. Ja. En dat, of zo'n luchtwasser. En dat zijn typisch van die dingen dat er dus niet integraal gekeken wordt. En ik hoopte eerlijk gezegd dat we na 4 jaar kringlooplandbouw al een stap verder waren, maar dat... De wens is nog steeds om op KPI's te sturen en niet op stalsystemen. Dat is toch ingewikkeld. Ja, Jan, en nog even één vraag en daarna ook nog een vraag voor jou, gewoon lieve. Je mag ook gewoon reageren trouwens zo op Jan, als je dat fijner vindt en liever niet een vraag beantwoordt. Maar Jan, een vraag voor jou. Hoe belangrijk zijn procentueel de inkomsten uit de nieuwe verdienmodellen die je hebt ten opzichte van het oude verdienmodel waarbij je producten voor een deel ook in bulk afzet? Dat kan ik alleen maar aangeven met mijn totaal resultaat van van mijn bedrijf. Een paar randkaders schetsen. 120 hectare akkerbouw met die nevenfuncties die ik net bijnoemde. Dan moet je zo zien dat van mijn totale resultaat van het afgelopen jaar 60% voortkomt uit die nevenactiviteit. Ja. Dat geeft je ongeveer de verhouding weer in de verdiencapaciteit van die componenten van mijn akkerbouwbedrijf. Ja, dat is een flink percentage. Een opmerking hier van Keimpen is: niches zijn aardig, maar daarmee ga je de landbouw niet veranderen. Dus zeker het grote deel niet. Hoe zie jij dat, Gode Lieve, in combinatie ook met het verhaal van Jan? Nou, ik denk dat je met kleine niches wel degelijk het systeem kunt veranderen. Daar is ook heel mooi onderzoek gedaan door Katrien Termeer. Die heeft aangetoond dat juist met hele kleine radicale spelers je langzaam maar zeker dat systeem kunt veranderen. Ja. Dus daar geloof ik heel erg in. Het andere is, als ik het hoor, we moeten naar andere stalsystemen. Nou, dat klinkt super logisch. Dat is opnieuw hele grote investeringen. Mijn vraag is, zouden we dat dan moeten doen? Dus weer naar die grootschaligheid en weer hele nieuwe stalsystemen? Of moeten we dan een andere investering doen? En ik ben ook wel benieuwd hoe jij daarover denkt. Want daar zit ik echt op te zoeken. Ja, het is vaak niet altijd schaalvergroting. Het is vaak dat je een investering doet in de toekomst van je bedrijf. Dan misschien gaat dat wel gepaard met wat schaalvergroting, maar niet zo extreem. Ja, wat ik zelf... Dit met die stalsystemen, dat is heel hot op dit moment. Want vanwege de stikstof moeten al die stallen dus eigenlijk dicht. En dan moeten luchtwassers op. Terwijl je ook kunt zeggen van stuur die koeien maar naar buiten. Mm-hmm. Heel simpel, hè? Want als een koe naar buiten loopt, dan poept en pist die uit elkaar. Mm-hmm. Dan komt er veel minder ammoniak vrij. Niemand in het hele dossier roept feitelijk van 20 dagen meer de koe naar buiten of zo. Terwijl voor de transitie en voor de biodiversiteit misschien wel handig is om de koe naar buiten te sturen. Ja. En niemand die inderdaad aanstuurt op een nieuw verdienmodel, wat
misschien wel beter is met minder koeien en uiteindelijk maar wat minder stikstof, of wat misschien net iets meer stikstof uitstoot. Ja. En daar zit het. We blijven ook maar zoeken in die technologie. Ja, hè? Ja, bedoel, in plaats van gewoon terug te gaan naar het dier in de grond en te kijken wat zich daar. Ik vind het een ongelooflijk mooi bruggetje volgens mij wat zich hier ontspint. Want we gaan naar de volgende boer, niet per se een boer, maar vooral een melkboer of een zuivelaar uit de regio Amsterdam. Dan gaan we zo weer verder in gesprek. Dat is Martin Verdenius. Met zuivelbedrijf MoMa zoekt hij nadrukkelijk contacten tussen de boer en burger op. En Martin, jij bent ook een van de initiatiefnemers van het Grondverbond. Kan jij kort vertellen wat jij met MoMa doet? Ja, zeker. Nou ja, inderdaad, ik ben een melkboer, dus dat is een heel apart soort boer. En wel de melkboer die tussen de melkveehouder en de consument in zit. Dus wij zijn de zoals het melkboerenbegrip vroeger ook werd gebruikt, de melkboer die de melk de stad inbrengt en in ons geval ook verwerkt bij een biologisch melkveehouder vlakbij Amsterdam in Weesp. Dat verkopen we dan aan horeca in de stad, maar we doen ook een traditionele melkroute in Amsterdam-Zuid en in Amsterdam-Oost en binnenkort ook in Noord. Ja. Dat is wat we doen. Precies, en daar zit ook voor mijn gevoel, in ieder geval als ik je zo hoor praten, een nieuwe verdienmodellen in, of misschien juist wel hele oude verdienmodellen, het is maar net hoe je het ziet. Maar wat is jouw visie op die nieuwe verdienmodellen? Je hebt Jan net ook gehoord, waarin hij vertelde over de dingen die hij ook doet. Hoe zie jij dat? Nou, ik voel me heel erg verwant met wat Godelieve net zei, en met die de watvissers. Dat als je mij iets vraagt om te vertellen over verdienmodellen en over ons verdienmodel specifiek, dan vraag ik mezelf eigenlijk automatisch af, wat wil je verdienen met je model? En ik denk dat het heel belangrijk is om die vraag te stellen en dat, dat het daar eigenlijk ook een beetje is waar het in de kern misgaat. Maar, en die vraag die staat eigenlijk centraal in alles wat wij doen en waarom we dit ook zijn begonnen. Dus dat is, maar niet wat wil je verdienen in, of wat is je huidige verdienmodel, of hoe ziet een verdienmodel in het huidige voedselsysteem eruit, maar hoe zou een, want dat voedselsysteem dat werkt eigenlijk niet, daar zijn we volgens mij de meesten hier over eens, en ook de mensen die we op straat tegenkomen, die zijn het daar ook over eens. Dus hoe zou een verdienmodel eruit moeten zien in het voedselsysteem van de toekomst? Ja. En nou goed, dus dat is waar het volgens mij ook in de kern misgaat, is hoe wij, wat wij verstaan onder verdienen en wat wij verstaan, hoe wij waarde bepalen met elkaar en wat wij zien als kosten. En daar schieten we eigenlijk met elkaar ernstig tekort, vooral hoe we dat in praktijk brengen, want ja, informeel begrijpen we allemaal heel goed wat van waarde is en zien we de waarde in van biodiversiteit en van een boerenambacht en van het genieten van een mooi landschap en al die waarden. Dat weten we donders goed, dat het ontzettend veel, of ja, eigenlijk misschien wel alles waard is. Maar we weten dat niet te goed te waarderen in de voedselketen zoals we die hebben. Dus die vraag die staat echt centraal in alles wat we doen. Ja. Ja, en als ik dan naar je luister, dan heb je het ook veel over gevoel, over dat we weer beter moeten snappen wat nu eigenlijk verdienen is. En daar misschien even wat anders over na moeten denken dan het alleen maar in euro's zien. Frank heeft net natuurlijk iets verteld over zo'n KPI-systematiek, waarbij we een aantal dingen ook inzichtelijk kunnen maken en wellicht een beetje kunnen laten zien hoe je stappen kan zetten en zo naar minder input kan groeien wellicht. Heb jij het idee dat zo'n KPI-systematiek kan werken of doe jij het liever op een andere manier? Nou, ik denk dat zulke indicatoren absoluut goed kunnen helpen en ook belangrijk zijn, maar pas als een bank, ook tegen een bank die vertelt je niet, je bent op de indicator biodiversiteit failliet. Nee, je bent failliet op de indicator financiële winstgevendheid. Nou, en pas als een bank tegen mij zegt, Martin, je bent failliet. Je vernielt ons landschap. Ja. Hè, dat zou toch fantastisch zijn. Maar zo werkt het niet. Nee.
Maar dat zou ik eigenlijk, zo zie ik, die bank zie ik voor me. Zou mooi zijn. Toch? Ja. Het zou interessant zijn als een bankje ook inderdaad qua biodiversiteit failliet kan verklaren. Gode lieve, wat is jouw reactie op het verhaal van Martin? Fantastisch plan. Ik zie die bank echt voor me. En niet alleen maar die bank, maar ook de samenlevingen. We moeten inderdaad boeren failliet verklaren of bedrijven failliet verklaren. Want het gaat niet alleen maar over boeren. Die inderdaad op de biodiversiteit of op de uitstoot van gif of op het overmatig gebruik van grondstoffen of het niet terug genereren van grondstoffen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Ik bedoel, alles is gebaseerd op die exploitatie. En wat ik ook nog wel interessant vind is wat jij zegt, is van wat wil ik eigenlijk verdienen? Ik bedoel, als we het hebben over verdienmodellen, dan gaan we het hebben over modellen van winst en over modellen van groei en over modellen van kosten. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, als je een bedrijf hebt, hoe verdien ik hier een goed inkomen mee? Ja. En als je dat als uitgang... En hoe zorg ik dat ik kan voortbestaan? Dus een bestaansmodel in plaats van een verdienmodel. Ja. En dat is waar we het zelden over hebben. Die verdienmodellen worden abstract en die gaan over... ik weet niet wat voor getallen, terwijl ik denk... volgens mij is het echt heel simpel. Ja. Kan je er leuk van leven en wordt de aarde en de grond er beter van? Martin, jij wilde daar volgens mij op reageren. Ik zag je hand omhoog gaan. Ja, zeker. Nou ja, kijk, we zijn... Wat mij betreft is het voor ons duidelijk. En wij spelen een rol tussen de boer en de consument. Dus wij zien beide kanten. En onderzoek van Trouw. Hè, boer die wil ook graag anders als de markt dat van hem vraagt. En daar ligt de sleutel. En ja, die markt, dat is de consument. Dus als jij net zeg je ook in een bijzin van... er moet natuurlijk een haalbare business case in zitten. Mm-hmm. Maar dat bepaalt uiteindelijk het laatste woord heeft de consument. Dus elk businessmodel wordt gemaakt of gekraakt door de consumenten. Coca-Cola is niks zonder consumenten. Albert Heijn is niks zonder consumenten. Dus dat zijn miljoenen stemmen die we met z'n allen geven. En die stemmen die willen wij eigenlijk laten horen via het Grondverbond en ook dat laten spreken in het landschap. Ja. Maar onze stem die spreekt nu al in het landschap. En dat zie je en dat is een treurig gezicht. Dat is gewoon, ik heb vorige week heerlijk genoten van schaatsen, maar het is treurig waar het naartoe gaat met ons landschap en met onze boerenstand. Dat is echt, dus die boeren die vluchten net zo goed als de vogels. Die vinden er ook niks meer aan. Nee. Nou, wat houden we dan over als voedselsysteem? Dat noemen we dan goedkoop. Ja. Frank, Martin, ik ga heel veel naar Frank nog, want we moeten zo door naar Henk. Martin zegt hier een heel aantal dingen, ook over de rol van de burger. Hoe zie jij dat? Nou, het is vrij duidelijk. We hebben geprobeerd met dat Planet Proof bijvoorbeeld, geprobeerd om zo'n brug te slaan met in de grote supermarkten dan inderdaad een tussensegment nog te creëren, zeg maar, met extra duurzaamheid. En dat de waarde, daar was ongelooflijk veel animo voor bij boeren zelfs. Ja. Want omschakelen naar bio is toch altijd nog een grote stap. En er zat dan iets tussen, dat was dat Planet Proof. Nou, inmiddels moet er weer teruggeschaald worden, omdat gewoon de afzet achterblijft. Ja. En uiteindelijk, ik zou ook als boer op een gegeven moment denken al de rest, ga maar iets doen wat uniek is, zeg maar, en bijzonder is. Want je moet aan die keten, die moet je toch misschien weer helemaal zelf gaan vormgeven op een kleinschalige manier. Want via dat grootschalige supermarkt gebeuren, dat is nauwelijks meer... helaas lukt het niet. Dat is al een paar keer gebleken met die concepten. Ja, we gaan echt naar Henk. Want anders gaan we uit de tijd lopen. Een opmerking van Wilco ook nog in de Q&A. Het is inderdaad wel simpel. Als een consument wil betalen, produceren wij als boer wat ze willen hebben. Maar het is toch wel een beetje een kip-en-ei-kwestie af en toe. Ik ga jou zo meteen aan het eind ook nog even vragen of jij positief bent over de mogelijkheden voor een beter verdienmodel voor boeren. En wat voor jouw gevoel dan de quick wins zijn. Los daarvan zijn er best wel veel vragen ook in de chat die nogal technisch zijn. Of in ieder geval... waarschijnlijk niet voor jullie. Maar we gaan het niet direct hebben over een verbod op sodenbemesting of mestinjectie vanavond. Het gaat vanavond echt wat meer over de verdienmodellen. Dus helaas kunnen dat soort vragen niet beantwoorden. Maar los daarvan mag je natuurlijk daar wel over in gesprek in de chat. We gaan door naar onze derde boer. Henk Geerlichs, aardappelteler uit Noord-Holland. De kop van Noord-Holland om precies te zijn. Henk, goedenavond. Vertel, wat voor bedrijf heb je? Ja, Wilbert, dankjewel. Ik heb een pootgoedbedrijf. Je zei aardappelteler, maar pootgoed, we telen eigenlijk geen aardappel voor de consument. Nee. Maar we telen aardappelen die weer opnieuw in de grond gestopt worden. En de meeste van onze klanten die bevinden zich in het verre buitenland.
Nederland is de grootste exporteur van pootaardappelen in de wereld. En er zitten veel van onze klanten in Noord-Afrika, in het Midden-Oosten en ook in Zuid-Europa. Ja, en dan zeg je gelijk al één belangrijk ding, namelijk je produceert niet voor die consument, maar je produceert eigenlijk voor andere producenten die dan uiteindelijk wel weer voor consumenten gaan produceren. Vind jij dat het belangrijk is dat boeren een nieuw verdienmodel ontwikkelen of is dat ook voor veel boeren gewoon onhaalbaar? Nou, dat hangt natuurlijk vanaf. Kijk, wat dat er gaat, is een boer niet anders, denk ik, dan een slager of een bakker of wie dan ook. Uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor je eigen verdienmodel. En op het moment dat jij merkt dat je tekort verdient, ja, dan moet je er wat aan doen. En ja, in het algemeen zijn boeren veel minder met hun markt bezig dan veel andere sectoren. En ik denk dat daar de uitdaging voor de boeren ligt. Ja, want hoe kan je en verduurzamen en wellicht de verdiensten een beetje nou ja, in de benen houden? Lukt dat allebei of zijn dat te verschillende dingen? Nou ja, dat zal uiteindelijk toch heel erg van de consument afhangen natuurlijk. Kijk, wat Martin net ook zei, daar ben ik het 100% mee eens. De consument die bepaalt, dat is uiteindelijk onze klant. En daarin zijn wij niet anders dan welke sector dan ook. En als die op een gegeven moment er geld voor over hebben om ons op een andere manier te laten produceren, ja, dan gaan we dat gewoon doen. Ja. En welke consument is, bij wijze van spreken, die een vierkante aardappel wil, nou ja, dan ga ik alles uit de kast halen om een vierkante aardappel te maken. Daar komt het uiteindelijk op neer. Maar wat Frank net natuurlijk ook al aangaf, is dat er allerlei certificaten, duurzaamheidscertificaten gemaakt zijn. En uiteindelijk liggen ze dan in de schappen. En als uiteindelijk dan toch de consument een andere keuze maakt, ja, dan is het natuurlijk lastig om als boer, zeg maar, daar achteraan te gaan. En dan blijf je toch hangen in het oude systeem van wat de consument wil. En dat is vooral goed en goedkoop. Ja, en heb jij op jouw boerderij ook gekozen voor andere verdienmodellen? Of produceer je gewoon pootgoed en dat is het? Nou ja, dat is eigenlijk wel het laatste wat je zegt, Wilbert. En ja, wat dat betreft is er voor mij eigenlijk niet zo'n heel groot probleem. Want wanneer gaan mensen op zoek naar een ander verdienmodel? Dat is als er niet zoveel geld verdiend wordt. Maar eigenlijk in de pootgoedsector binnen de akkerbouw wordt redelijk goed verdiend. Ja. En dat heeft vooral te maken met de markt. Dat is gewoon het grootste probleem van de landbouw. We zitten in een markt met heel veel aanbieders en in het algemeen weinig afnemers. En, ja, en dat is niet echt handig, zeg maar, als boer gezien. Nee. En juist wat betreft pootgoed zitten we in de omgekeerde situatie. Wij hebben ons kunnen verenigen in coöperaties die, zeg maar, het pootgoed afzetten over de hele wereld. En het zijn maar een paar coöperaties. Ja. En dan zit je dus in de omgekeerde situatie waarbij er, zeg maar, ja, een paar mensen in het vliegtuig zitten naar Algerije of naar Egypte of naar Italië om daar ons pootgoed te verkopen. Ja, die drinken met z'n vijven natuurlijk echt wel een kopje koffie. Ja. En op die manier kunnen ze de prijzen erop houden. Ja. En weegt dat af, zeg maar, tegen een systeem zoals dat bijvoorbeeld geldt in de consumptiemarkt in Nederland, waarbij er maar vijf grote fabrieken zijn die de aardappelen afnemen. Ja. Ja, die zeggen dan ook van ja, als ik het bij de ene boer niet krijg, het contract wat ik getekend wil krijgen, dan rijd ik één dam verder en dan krijg ik hem daar wel getekend. Precies. Dus het is vooral die situatie, denk ik, die maakt dat de verdienmodellen zo dun zijn in de landbouw. Ja, mooi geschetst. Goed, lief, ik ga even naar jou. Want hier wordt ook inderdaad weer gezegd, ja, het ligt misschien toch ook wel een beetje aan de consument. En aan de andere kant hoor ik ook wel dat de markt misschien niet altijd even goed werkt. Welke andere actoren zie jij die hier wellicht iets aan kunnen doen? Kunnen we ook iets verwachten van de politiek, van de overheid? Nou, we moeten iets verwachten van de politiek en de overheid. Sowieso, als je vrije markt is een soort illusie. Er is een heleboel regulering en juist ook in de agrarische sector. Dus de overheid legt op bij allerlei dingen geld bij, heft belastingen. Dus daar ligt ook een mogelijkheid om, als de consument echt alleen maar op prijs zou kiezen, kan de overheid met andere btw-heffingen een enorme impuls geven. Dat doen ze niet, die keuze maken ze niet. Dat is één. Het tweede, dat ze zeggen dat die consument bepaalt wat we willen. Ja. Ik denk dat het merendeel van de consumenten, ikzelf in kluis, eigenlijk nauwelijks een idee heeft van wat de kost is. En dan bedoel ik de ecologische kost en de sociale kost en ook de armoede van boeren in heel veel gevallen, van het voedsel wat ik nu koop. Ik zie dat, en dat is het mooie, dat zie ik op de herenboerderij. Daar zien mensen hoe het eraan toe gaat en ze nemen andere besluiten. Ja. Ze gaan anders naar. Dus die connectie tussen wat er groeit en de consequenties daarvan, die helpt om dat te laten veranderen. Maar we zijn zo wegbewogen van alles wat ons op de grond houdt,
Dus ik vind dat samenspel tussen die verschillende partijen veel beter uitgespeeld moet worden en veel meer evenwicht in moet. Ja. En daar ga ik ook weer van, want een deel van jouw verdienmodellen gaat ook over dat de overheid gaat betalen voor een aantal ecodiensten. Uiteindelijk vind ik dat je dat niet allemaal op de overheid kunt afwentelen. Dus we moeten naar een systeem waarin je bestaanszekerheid kunt hebben als boer, zonder dat de overheid wel met lage btw, maar niet met ook het gaan betalen voor datgene wat je eigenlijk zou moeten doen, je eigen bron van bestaan in ere houden en in rijkdom houden. Frank, jouw reactie en dan gaan we naar Jeroen Kandel. Dus dank voor nu in ieder geval, Henk. Dank voor je verhaal. Frank, jouw reactie hierop? Ja, het is natuurlijk heel lastig om wie is verantwoordelijk voor de bodem, dat we die over honderden jaren nog steeds hebben. Dan kom je toch bij een soort overheid die daar ook een stuk verantwoordelijkheid moet dragen. Dus denk ik dat we die modellen wel degelijk de moeten zijn en komen. Maar het is gewoon, kijk, het wordt heel goed geschetst hoe de huidige praktijk werkt. Dat is namelijk via de export is geld te verdienen. Ja. En hoe gaat dat ombuigen dan? Dat zal dan toch moeten met andere verdienmodellen. En als wij toch in Nederland vinden dat de bodem niet uitgeput mag raken, dan moet er dus iets bij de zetmeel aardappelen of bij de poot aardappelen om iets te compenseren dan, zeg maar. Ja. Want daar zit... Ja, maar het gaat mij ten principale erom. Dat vind ik ook van de industrie, dat vind ik ook van de boeren, dat je niet verantwoordelijk bent voor de grondstoffen en voor het herstel daarvan of voor de grond die in feite jou voorziet van je bedrijf mogelijk maakt. Dat is echt ongelooflijk dat allemaal buiten de deur is en alleen maar bij de overheid ligt. Ja. Nou, om te kijken wat de overheid dan doet en ook wat de nieuwe politieke partijen in hun verkiezingsprogramma daarover zeggen. Niet de nieuwe politieke partijen, maar verschillende politieke partijen. En misschien ook wel nieuwe. Je weet het nooit. Gaan we in gesprek met Jeroen Kandel, universitair docent. En ook buitengewoon geïnteresseerd in voedselpolitiek en een beetje de governance van de Europese Unie. Nou, we hebben het hier al een beetje over export en samenwerking gehad. Fijn dat je erbij bent, Jeroen. En jij kan ons... hoi, goeie avond. Want jij kan ons iets meer vertellen over wat die verschillende politieke partijen dan in hun verkiezingsprogramma zeggen over die nieuwe verdienmodellen voor boeren. Hè? Zeggen ze daar genoeg over? En zo ja, wat zeggen ze daar dan over? Ja, je ziet dat het verdienmodel van boeren, dat het echt wel een hot topic is op het moment. Misschien zelfs een buzzword. Ze hebben het allemaal heel uitvoerig over het verdienmodel. Tegelijkertijd lees ik nog weinig antwoorden over hoe dat verdienmodel er dan uit moet zien. Maar je kunt wel zeggen dat de zorg over het inkomen van de landbouw, van de boeren, dat bij veel partijen wel hoog op de agenda staat. Ja, en op welke manier staat dat dan op de agenda? Geven ze daar voorbeelden? Zijn ze op zoek naar wetgeving? Hoe werkt dat? Nee, je ziet dat eigenlijk dat partijen daar verschillend over denken. Hè. Dus wat denk ik positief is dat alle partijen wel zien dat er een verduurzamingsslag nodig is in de landbouw. En dat het consequenties heeft voor de verdienmodellen van boeren. Maar hoe die verdienmodellen ook in de toekomst gewaarborgd kunnen worden, daar verschillen partijen van mening over. Je hebt bijvoorbeeld VVD en CDA, die heel erg inzetten op innovatie. Hè. Eigenlijk het idee dat als we maar die lange termijn doelen duidelijk maken. Als we boeren subsidies geven voor innovatie, hè, dat kan door de overheid zelf of misschien door fondsen die gevuld worden in de supermarkten, dan gaan die boeren zelf, dan gaat de landbouw zelf wel innoveren om het op een duurzamere manier te doen. En andere partijen die zeggen van jongens, we proberen al heel lang met technische innovaties te verduurzamen. Het is niet genoeg. We moeten het systeem als geheel meer op de schop gooien en we moeten ook veel meer kijken naar de rol van de consument bijvoorbeeld. Hè. En we moeten bijvoorbeeld een systeem van true pricing invoeren, waardoor de consument in de supermarkt ook de daadwerkelijke prijs voor het product betaalt, waar ook de kosten voor milieu, gezondheid in verwerkt zijn. En we kunnen eventueel de opbrengsten daarvan weer gebruiken om de landbouw te verduurzamen. Ja, en sluit wat jij dan daarin ziet ook een beetje aan bij waar we het hier vanavond over hebben gehad. Over bijvoorbeeld zo'n systeem zoals met die KPI's. Of zijn dat soort concrete voorbeelden wat er ook nog een beetje mist in die politieke plannen? Nou, ik denk dat zoiets als KPI's is denk ik een hele goede stap. Hè? Want veel frustratie van boeren zit er maar ook in dat het eigenlijk niet duidelijk is voor ze wat er nou van ze gevraagd wordt. Hè? Wat zijn nou de lange termijn doelen waar ze als sector als geheel, maar ook als individueel bedrijf aan moeten voldoen? En ik denk dat die KPI's daarin kunnen helpen.
Ja. Tegelijkertijd, het moeilijke aan een transitie is dat we gewoon ook nog niet weten hoe de landbouw of voedselproductie van 2050 eruit ziet. Hè. Als een Jaap Korteweg die nu melk probeert te produceren in een laboratorium. Ja, volgens Jaap hebben boeren in de toekomst vooral de functie om gras te produceren. Zodat hij zijn labkoeien daarvan kan voorzien. Hè. Dus het is ook een beetje koffiedik kijken van ja, hoe we überhaupt in de toekomst voedsel produceren. Ja, top. Nou, dank voor je toelichting. Volgende week hebben we een hele aflevering over de verkiezingen en over de relatie tussen landbouw en gezondheid van mens, dier en bodem. Maar dank voor die voorzet in ieder geval, Jeroen. And I will switch to English. Also very important within the food system are chefs. And every week we have a chef that joins us. This week it's Andreas Chrysomalis. He has worked as a chef at Instok and has been living in Holland for many years. So I hope you were able to understand most of what we discussed tonight. How did that work for you, Andreas? Hello, good evening. Do you hear me? Yes, we can. Perfect. And thanks for the invitation. I understand a big part of it. Well, as you mentioned, I was the head chef at the Insta restaurant, a restaurant that was the main mission was to save the supplies, fruit, vegetables, and fruits that they had the problem was the size or the shape, but in that point we can make beautiful dishes out of it. Unfortunately, and you worked a lot with the leftovers, so sort of the output of the system that wasn't good enough for the supermarket. How did that work? Well, as I always say, you can make always value from waste, and for me personally, it's always a challenge. Trying to use the most part of the vegetables, of course, when it's possible. And that's how we use to work also at Instok. A lot of vegetables are coming in, sometimes even maybe one, two varieties. So we really have to think smart, use all the vegetable leaves, stalks, and try to be creative. Example is a classic example is the cauliflower, the bloemkool, which has a lot of shapes and size. So in the market always can go only one size, or the very tiny or the very huge, we'll always get them. And of course, I cook them nice, but also using the leaves, trying to make pesto, salsas, and of course, all the nutrition is in the leaves and the stalks we throw in the garbage. That was our mission. Unfortunately, the restaurant has to shut down, but the food waste is still around. And of course, all of us, we are a very, very tiny piece of this puzzle, but all of us, we can make an impact. Yeah. And the cauliflower leaves are a very concrete example of how we can work. And you already mentioned a bit like salsas, pestos, and maybe other dishes. Do you have some extra tips for us? What can we do with these leaves? And in which way can we contribute to this problem? Or not contribute, but contribute to solving this problem? The cauliflower leaves is an example of a daily use of a product that you can find on the supermarket every day. And instead of throw it away, you can make very nice pickles. You can use them in a stir fry. You can use them, as I said, use the leaves to make a very nice salsas, make pestos, use it on a pasta. In short, it's a beautiful, still nutritional part of the vegetables, what we used to just throw it in the garbage. But we can turn it to a very healthy and nutrition addition to our meals. Cool. And what about fermentation? Is that important for diminishing waste as well? I'm a very big fan of fermentation. I found it very interesting. And I think it's also one of the reasons we're still surviving. It's a way of people still surviving or making sauerkraut on the winter. Yeah. And that's also was a way through Instok, when we get big amounts of vegetables and fruits, try to keep them and in the same way preserve it, but also try to give them a more complexity on the flavor. Of course, after you ferment in a couple of weeks, the vegetables turn out much more nutritious, lactic acid, and very good for our digestion and very good for our health. Yeah. Yeah, thanks for these very concrete examples. I'm already looking forward to buying some cauliflower and making maybe a stir fry out of the leaves. So thank you so much, Andreas, for joining us tonight. Thank you very much.
Ja, Godelieve en Frank, we gaan langzaam maar zeker richting de afronding. We hebben nog een minuut of vijf. Als ik jullie dan, en het gaat natuurlijk om en, daar hebben we het volgens mij vanavond al vaker over gehad. De vraag die eigenlijk toch heel vaak ook wel terugkomt, zijn er ook mogelijkheden voor andere verdienmodellen in de beginschakels van de intensieve veehouderij? Hoe moet dat dan voor de bedrijven die misschien groot zijn en voor wie het heel lastig is om een nieuw verdienmodel te vinden? Wat is dan voor jullie de belangrijkste voorwaarde om er ook voor die bedrijven allemaal te zijn, Godelieve? Heb jij daar een idee voor? Je bedoelt voor de grootschalige veehouderij? Ja, wellicht. Ja, of voor de beginschakels, de bedrijven die niet zomaar gelijk kunnen zeggen, we gaan consumenten op ons bedrijf vragen. We gaan heel klein worden. Nou, ik wil wel een fundamentele vraag stellen. Of wij zoveel voedsel moeten produceren in Nederland. Dus ik wil ook wel de vraag op tafel leggen of we niet toch echt naar minder moeten. En ik denk dat we dat allemaal langzaam maar zeker weten. Mm-hmm. Maar dat natuurlijk een heel pijnlijk en een heel lastig proces is om dat aan te kijken met z'n allen. Ja. Maar ik geloof toch dat we daar naartoe moeten. Als we nou het allermoeilijkste deel van de verdienmodellen hebben, is het dat stuk. Ja. Niet meer zoveel exporteren. Dat staat ook in de voedselvisie 2050. Niet meer exporteren dan we importeren, zodat er toch een soort balans komt daarin. Ja. En we ook weer dat kunnen gaan doen wat klopt. Ja. Frank, ik wend me toch een beetje tot jou. Want ik... Ik geloof ook dat zo'n fundamenteel punt heel erg belangrijk is. Maar er wordt natuurlijk ook wel, ook in de chat, ook wel of in de Q&A ook wel gevraagd van, hey, als ik dan iets wil gaan doen, wat zijn dan de quick wins? Wat zijn de stappen die ik kan zetten? Heb jij misschien voor mensen die dat soort vragen stellen ook een soort van eerste stap? Ja, ik denk dat je heel erg naar jezelf moet kijken en van waar haal je nou iedere dag je energie uit en vandaan. En als... Er zijn steeds meer boeren die ontdekken dat ze meer energie krijgen uit korte ketens en daar. En dan is de eerste stap gewoon op 80-20 regel. Begin maar eens met 20% van je volume om daar eens te kijken of je een lokale markt kunt vinden. Ja. Hou die 80% wel vast voor je security en voor je zekerheid. En die 20% experimenteren en ontmoet andere mensen, bouwen nieuwe ketens. En ik denk serieus dat daar toch een belangrijk deel van de toekomst in zit. En we zullen met kleine stapjes die transitie door moeten. Ja. Want dat is iedere keer het moeilijke. Er staat niemand met een vangnet klaar om in één keer je verliezen te incasseren. Nee. Maar ja, aan de andere kant ook dat exportmodel loopt. Hè, dus als China de grens dichtgooit, dan hebben we ook een probleem. Dus net zo goed loopt dat tegen risico's aan. Maar het zijn toch kleine stappen, denk ik, waar mensen toe verleid moeten worden om... Ja, ik denk dat... Laatste punt voor jou, Godelieve. Nou ja, en dan gaan we nog even langs de boeren. Dat is goed. Maar het precies moeten zijn, want als we het over verdienmodellen hebben, lijkt het alsof we het steeds weer hebben over geld verdienen. En uiteindelijk moeten we naar impactmodellen, waar geld een onderdeel van is en al die andere factoren net zo belangrijk bij zijn. Daar helpen die KPI's enorm bij. Maar de grootschalige veehouder, dus de vleesindustrie in Nederland, heeft financieel een prima verdienmodel. De export heeft een goed verdienmodel. Dus het gaat juist om die boeren die werkelijk die verandering willen en ook die impact willen, dat we daar goede verdienmodellen voor hebben. En dat doen die KPI's op zich prima. En de rest moet gewoon in een lastige transitie. Ja, dat is waar. We moeten het breder gaan zien. In ieder geval vind ik het nog wel interessant om even kort een rondje langs de boeren te doen. We hebben 30 seconden per boer, maar het is vrij kort. Maar de verkiezingen komen eraan. Henk, laten we beginnen bij jou. Als we dan richting de verkiezingen gaan en we hebben het over een thema zoals dit, over misschien meer betrokkenheid op het boerenbedrijf ook. Wat zou jij dan zeggen dat we mee moeten nemen? Waar moeten we aan denken wanneer we die stem uitbrengen? Nou, ik wil daar in dat verband even reageren op Godelieve. Die zegt van jongens, we produceren eigenlijk veel te veel voedsel in Nederland. En is dat wel handig om te doen? Je hebt nog 20 seconden, hè? Ja, oké. Nou, die gedachte die leeft bij heel veel mensen. En dat is gewoon niet waar. Wij zijn wel tweede exporteur van landbouwproducten in de wereld, maar we hebben in Nederland veel te kort grond om onze eigen bevolking te voeden. We zouden twee keer zoveel grond nodig hebben als we alle Nederlanders van Nederlandse bodem zouden willen voeden. Ja, dus jij zegt, kijk daar ook wat breder in. We moeten echt door, Henk, want we knallen er gewoon uit om half, want dan is er weer iets anders. Marten, even naar jou. Wat zouden we wat jou betreft mee moeten nemen richting de verkiezingen? Ik denk dat die verkiezingen die komen één keer in de 4 jaar. En morgen staan we weer in de supermarkt. Want meestal, of ja, niet in de supermarkt, maar eten we iets hoogstwaarschijnlijk, hopelijk. En die stem zou ik ook vooral laten horen. Ja, dus jij zegt die verkiezingen
prima en denk goed over na. Maar morgen starten de verkiezingen eigenlijk al in de supermarkt. Ja, ja. En de consument die zegt vaak goedkoop, 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 zegt ja. Henk. Maar het hangt er ook vanaf hoe je het vraagt. Ja. En als jij zegt van oké, we hebben Route 99, weet je wel, bepaal jij maar wat je wil. Maar ja. Ondertussen wel korting. Maar ze kiezen ja. Altijd het goedkoopste. Ja, dan stel je de vraag ook verkeerd. Precies, het punt is duidelijk. Jan, we gaan nog even naar jou, Jan. Heel kort, waar moeten we wat jou betreft op letten bij de verkiezingen? Dat een boer vandaag de dag richting de toekomst wel een stip op de horizon nodig heeft. Top. Ik kan wel zeggen van we gaan allerlei richtingen zoeken met KPI's en proberen dat we dan maar ergens kunnen komen. Ja. Maar een boer zoals hij van oudsher is, heeft geleerd te ondernemen, heeft in deze transitietijd wel een stip op de horizon nodig. Ja, mooi punt. Dit was volgens mij een hele mooie afronding zo. Mooi punt, dankjewel Jan. Dank aan alle kijkers, dank aan jullie allemaal voor het hierbij zijn. Het is altijd een beetje afraffelen, maar het hoort er nu eenmaal een beetje bij. Volgende week, 2 maart, hebben we er eentje over de verkiezingen. Mocht je geld willen overmaken naar Pakhuizen Zwijger, pay as you like. Een hele fijne avond, tot de volgende.